Heersdammers, welkom, speciaal welkom aan de gedecoreerden, onze veteranen. En natuurlijk op de eerste plaats deze keer de heer Evertring, onze nieuwe gedecoreerde voor dit jaar. Ik ben blij dat je ook hierbij aanwezig wilt zijn. Het is de 65ste Koninginnedag op rij, 1949 was de eerste keer. En voorlopig ook de laatste, want ja, we gaan naar 27 december, april, Koningsdag. En ja, dat zal toch hopelijk ook weer 30, 35 jaar zijn voordat Amelia voor de aflossing gaat zorgen. En dan 7 december, dat lijkt me ook niet de beste datum. Maar dat zijn problemen voor de toekomst, die liggen nog een heel eind weg, gelukkig. We zijn met onze gedachten natuurlijk bij Amsterdam, waar dadelijk de koningin de akte zonder schrijven waarmee ze afstand doet. En vanmiddag de plechtige inhuldiging zullen gaan zien. Ik denk dat er veel mensen zijn die vandaag veel naar het scherm zullen kijken. Ik wel in ieder geval, want ik vind dat wel een heel mooi gebeuren om dat te zien. En er is natuurlijk best iets bijzonders. Heel veel mensen in de Nieuwe Kerk, vanuit Zwijndrecht, hier in Amsterdam, is de heer Wortel daar, van de seniorenbus die hij opgericht heeft. En we zullen zeker morgen aan hem gaan vragen hoe dat het gelopen is om daar een keer echt bij te zijn. Een heel groot bedankt aan de Oranje Vereniging hier in Amsterdam, met zoveel vrijwilligers, die het weer prima georganiseerd hebben. En ook die extra slag betreffende kroning, die toch wel een hele hoop extra werk bezorgde, erbij hebben willen nemen. En ik heb het grootste deel al meegemaakt. Maar vandaag ook is het weer perfect georganiseerd. Dus dat wordt weer een heel groot feest hier in de Heerensdamse. Er is ook een hele hoop extra werk verricht. Begon misschien maandag met touwtjes springen op de scholen. En het liep de hele week door. En de komende dagen blijven er nog genoeg dingen te doen om dat gebeuren. Ik denk dat we koningsgezind of republikein, toch in ieder geval een heel groot dank u wel, vorstin, kunnen uitspreken voor Beatrix. Want ze heeft toch bij iedereen respect afgedwongen op de manier waarop zij het koningschap vervuld heeft. In moeilijke tijden heeft ze met ons meegeleefd en het was duidelijk merkbaar als haar gezin moeilijke tijden hadden. We denken even aan Constantijn en ja, prins Friso natuurlijk, wat voor een medeleven eruit de bevolking kwam. En dat is ook belangrijk in alle richtingen. We gaan dadelijk in de tent eventueel de feestelijkheden bekijken. En daarna hebben we een koning en koningin. Willem-Alexander, Maxima, succes. Als jullie in de voetstappen van je ouders kunnen treden, is dat prima. Maar jullie stralen wat dat betreft
meer als genoeg vertrouwen uit voor iedereen. We gaan dadelijk met z'n allen wel allemaal zingen. U had kunnen oefenen tijdens het Oranjeconcert. Blijft een aanbeveling om het te doen. Het was weer uiterst geslaagd en mooi. En ik ga iets heel ongewoons doen. Wat ik niet eerder gedaan heb. Hoewel jullie voorzitter uiteindelijk al heel veel jaren uitstekend voorzitter is hiervoor. Is het deze keer van twee ambtenaren eigenlijk het verzoek gekomen. Kunnen we die man die eens extra in het zonnetje zetten. En daarom namens Ad en Mira heel erg hartelijk bedankt. Ze hebben de samenwerking heel erg op prijs gesteld. Dank u wel. Ik ga ze straks aan mevrouw geven hoor. Die heeft er een grote aandeel in. Meisjes, fijn dat u op dit vroege tijdstip erbij bent om deze bijzondere Koninginnedag officieel te beginnen. Koninginnedag, Kroningsdag, Koningsdag, wat de naam ook is of zal worden, het zal altijd een echte feestdag zijn. Of het nu 1, 2, 3 of 4 dagen duurt, dat maakt allemaal niets uit.
als het maar een happening is voor en door Heerens Dammers. En de OVA heeft daarbij wel de hulp van alle andere verenigingen nodig. Laten we er met elkaar voor zorgen dat dit soort tradities nog jaren voortduren. Ondanks de teruglopende financiële steun van de gemeente of de steeds duurder wordende voorzieningen. Ook dit jaar is er iemand vanuit ons dorp geridderd die heel veel vrije tijd en energie heeft gestoken en dit nog steeds doet, internationaal en nationaal, als promotor, scheidsrechter en coach van het spel Showdown. Dit is een soort tafeltennis wat gespeeld kan worden door blinde en slechtziende mensen. Afgelopen vrijdag heeft de burgemeester Ann Harm Eefsteen de ridderorde uitgereikt. Mag ik de dames van de Oranjevereniging verzoeken iets dichterbij te komen en namens ons allen Harm nogmaals in het zonnetje te zetten. En natuurlijk hoort ook Bea daarbij, want zonder Bea kan Harm ook niet uit de voeten. Voor dit moment zijn er geen wijzigingen in ons programma. Dit jaar een programma waar wat gaten in zitten. Om u de gelegenheid te geven getuige te zijn van coroningshandelingen in Amsterdam. Ter afsluiting van deze vlaghijsceremonie vraag ik u bijzondere aandacht voor de EMM. Deze zeer actieve vereniging heeft speciaal voor vandaag de Kroningsmars ingestudeerd. En willen deze heel graag tegen orde brengen. Ik wens u allen een heel fijne dag toe. Dank u wel.